Ja, heb je dat gelezen? Heb je dat gelezen, zeg? Het nieuws. Ja, Mike van Wij, die komt ermee in de Telegraaf. Ja, Ajax heeft dus officieel een bod uitgebracht op Berghuis bij Feyenoord. Ja, dat vind ik wel nieuws, ja. Ja, zeker. En hoe wordt dat ontvangen allemaal? Ja, wat moeten we daarvan vinden? In Amsterdam bijvoorbeeld. Nou, in Amsterdam vinden ze daar niet zoveel van, hoor. Nee. Ik ken die Amsterdammers en ik ken die Ajax-supporters. Die denken bij zichzelf, nou ja, weet je, als die Berghuis, want daar halen ze een beetje hun schouders over op natuurlijk, want is Berghuis wel van het niveau goed genoeg voor Ajax? Dat is dus de grote vraag. Ik denk persoonlijk, dat zal erom hangen. Is Berghuis niet, en dat denken ze waarschijnlijk daar in Amsterdam, niet gewoon een bankzittertje voor 4 miljoen. Ja, dat zou zomaar kunnen. En dan denken ze bij zichzelf, kan ons het schelen dat hij van Feyenoord komt. Ga maar bij ons op de bank zitten, speel af en toe eens mee en de groeten en verder niks. Zo denken ze er in Amsterdam over. Maar nou eventjes, mijn vrienden en ikzelf ook, van Feyenoord, wat denk je daarvan? Berghuis, ja. Daar zitten we ook een beetje heen en weer te waaien tussen vinden we dit erg, vinden we dit niet erg. Ja, ik persoonlijk heb zoiets van, ja, ik vind het niet zo heel erg als Berghuis weggaat bij Feyenoord. Nee, ik voel het al vanaf begin af aan niet een echte Feyenoorder. Nee. En dan kijk eventjes naar de rode kaarten die hij opgehaald heeft en dat hij dan gewoon Feyenoord in de steek liet. Ja, dat gebeurde allemaal met Berghuis. En hoe vaak was hij dan beslissend? Ik weet het niet. Hij was wel de beste speler van Feyenoord. Ja, dat is hij zeker. Maar kunnen we hem missen? Ik denk van wel. Ik denk van wel. Maar er zullen ook Feyenoorders zijn. En die ken ik ook in Rotterdam. Die bij zichzelf denken, ja, maar dit flikt hij ons niet. Dat gaat hij ons niet aandoen, Berghuis. Hij gaat toch niet naar de club die wij het meeste haten van iedereen. Naar, hij zal toch niet naar 020 gaan? Ja. En dat kunnen heel veel Feyenoorders gewoon niet verdragen. Gewoon, dat kunnen ze gewoon niet hebben. Want er is maar één ding. Ajax verslaan in het seizoen. En beter zijn dan Ajax. En alles wat 020 is, dat kan je niet hebben. En dan gaat die Berghuis. Dus ik weet zeker dat er Feyenoord supporters zijn die zeggen van, als je dat flikt, die Berghuis, en hij gaat naar Ajax, dan hoeft hij dus in 100 kilometer omtrek, hoeft hij niet meer in de buurt van Rotterdam te komen. Want dan doen we hem wat. Dat gaan we krijgen. Dat is de spirit. En daar heb ik ook wel weer een beetje begrip voor. Dus, hey vrienden, dit is een overgang. Ja, die ligt gevoelig.